John van der Brom, de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen en dan zo'n prachtige 2-0 overwinning. Hoe heb jij dat als trainer beleefd? Nou, mooi. Ik heb vooraf gezegd dat ik nieuwsgierig was naar mijn ploeg. En nu kun je makkelijk stellen dat niet omdat je met 2-0 gewonnen hebt, maar dat we gewoon op de goede weg zijn. We hebben vanavond een lastige wedstrijd gespeeld omdat je tegen 10 man komt te staan. Dat is gewoon heel vervelend om tegen te spelen. Je krijgt altijd de gedachte bij spelers van oké, het liefst allemaal naar voren. Aan de andere kant weet je ook dat een tegendoelpunt dodelijk kan zijn. Nou, als je dan ziet dat wij een hele jonge ploeg hebben en hoe we daarmee omgegaan zijn, dan heb ik ze net een heel groot compliment daarvoor gegeven. Dat je niks weggeeft en dat je wel op zoek bent blijven gaan. Heel gegroepeerd naar die bevrijdende 2-0. En ja, die viel. Mooie goal. Goed moment. En ja, daar hebben we ook nog geprobeerd om nog op zoek te gaan naar de derde. Helaas is dat niet gelukt. Maar aan de andere kant denk ik dat over de hele wedstrijd genomen met deze jonge ploeg, dat we prima resultaat hebben gehaald en een goede uitgangspositie voor volgende week. Ja, je zegt lastig met een man meer eigenlijk, maar was dat ook niet het kantelpunt in de wedstrijd? Ja, tuurlijk, maar er gebeurt iets in de wedstrijd, dat is altijd. Als er zoiets gebeurt, je krijgt een strafschop, een rode kaart. Die strafschop moet er ook nog in, Job schiet hem geweldig in. Natuurlijk is dat een kantelpunt, alleen nogmaals, je moet wel met elkaar blijven zorgen dat je de juiste dingen blijft doen. En, ja, ik zeg al, we hebben een hele jonge ploeg en ik ben trots op hoe ze dat heel volwassen, ondanks dat ze heel jong zijn, hebben uitgespeeld. Ja, veel mooie woorden voor jou voor het team. Vooraf zei je 50-50. Sta je ervan te kijken dat het dan 2-0 wordt? Nee, maar dat heeft te maken met de situatie wat gebeurde in de wedstrijd. Ik denk dat, kijk, Istanbul is een ploeg die normaal gesproken niet zo heel veel goals tegen krijgt. Ja, als je de statistieken van hun bekijkt, dan hebben ze dat gewoon heel goed in de controle. Nou, wij hebben vanavond 2 keer gescoord. En we weten ook dat ze moeite hebben om zelf het spel te maken. Nou, dat moeten ze nu, want ze staan achter. Dat betekent dat daar ook ruimte voor ons komt ontstaan. Ja, en daar moeten wij natuurlijk de komende week heel erg mee aan de slag om daar gebruik van te maken. En hopen dat je daar de bevrijdende goal gaat scoren, waardoor het hopelijk voor ons goed uitpakt. Ja. Is die 2-0 genoeg volgende week voor zo'n heet avondje in Istanbul? Dat weet je niet. Ik vind dat te vroeg om daar. Ik vind wel, en dat heb je vanavond ook gezien, Dennis had het al gezegd, dat het gewoon een hele goede ploeg is met hele goede spelers. En dat hebben ze vanavond best laten zien. Alleen ja, voor hun was het ook wat anders, omdat ze toch iets anders moesten gaan spelen. Blijft een gevaarlijke ploeg. 2-0 is een mooie uitslag, maar zeker nog niet zo dat we achterover kunnen gaan zitten. Dankjewel.